waarbij een pakket een aan een touw vasthangt, rond het dak van een boom gaat en hier beneden vastgehouden wordt door een persoon. En de persoon gaat naar rechts en terwijl de persoon naar rechts gaat, gaat het pakket naar boven. Dikwijls zijn we niet alleen geïnteresseerd in hoe we dat wiskundig symbolisch kunnen gaan beschrijven, maar willen we die beschrijving ook grafisch gaan bekijken. En dit kunnen we eigenlijk al een eerste check naar hoe het grafisch eruit ziet, kan eigenlijk al zonder formules erop gaan plakken. Laten we eens kijken. Als het pakket helemaal beneden is en de persoon helemaal links, dan zouden we kunnen zeggen, kijk, de hoogte van het pakket als functie van de positie van de persoon is hier, dat is helemaal beneden. De persoon gaat naar rechts en het pakket gaat naar boven. En als de persoon hier is, dan is dat de hoogte, de maximum hoogte die het pakket kan hebben voor het rond de tak slaat. Dan kunnen we eigenlijk zo ook hier gaan afschatten. Dat is eigenlijk dit punt. Nu kunnen we ook gaan kijken hoe dit verandert. Dus als we terug het pakket beneden leggen, de persoon hier. En we gaan naar rechts, dan zien we, kijk, in het begin, als de persoon naar rechts gaat, verandert de hoogte niet zoveel. En hoe verder dat hij komt, hoe sneller dat die hoogte verandert. Dus als die hier is, de hoogte is amper veranderd, dus hier op dit punt is de hoogte ongeveer zoiets. Die gaat nog verder naar rechts, die hoogte is al veranderd. Dat is ongeveer dit hier. En die verandering wordt sneller en sneller als ik zo naar rechts ga. Dus dat wil zeggen dat we kunnen een grafiek gaan tekenen als de hoogte als functie is in het begin weinig verandering en meer verandering. Goed, wat is het domein van die functie? Die wordt eigenlijk bepaald door de beperkingen van het systeem. Als we zeggen dat hier de grond is, dan kan het hier nooit verder dan de grond gaan, dus dieper dan de grond. Dus de hoogte van het pakket is maximaal 0 en die wordt hier bereikt. En de maximale hoogte, dat was hier, als dat pakket helemaal hier aan het omkantelen was, dit was hier de maximale hoogte. Dit is de maximale hoogte dat het pakket kan bereiken. En dat hoort hier bij een maximale positie waarbij de persoon naar rechts kan gestapt zijn. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat dit stuk hier niet meer tot de functie behoort. Wat gebeurt er nu als we het touw korter maken? Dus een pakket lag hier. Het lag hier helemaal rond. De persoon is hier. Als we het touw nu korter maken, dat wil zeggen dat we het touw korter maken, dan zien we eigenlijk het pakket hoger zijn. En dat pakket is hoger. Op elk moment is eigenlijk het pak hoger en hier gaat het al het hoogste. Dus dat wil eigenlijk zeggen als het pak touw korter is. Stel dat we het touw korter maken met een afstand, met deze afstand, dan wil dat zeggen dat het pakket op deze hoogte is bij de start en dat op elk moment dat pakket zoveel hoger is. Dus die afstand is zo. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat het touw korter zorgt dat die grafiek naar boven verschoven wordt. Het gaat ook betekenen, als ik hier op deze hoogte ben, dat als ik nog meer naar links stap, ja, dat ik hier, dat eigenlijk hier niet zoveel meer verandert, dat ik op een bepaalde hoogte start als ik eronder sta. Want als ik het touw langer maak, dat is juist omgekeerd. Als ik het touw langer maak, en dan zie je dat je niet gaat kunnen starten, dan als het touw langer is, dus oorspronkelijk zat ik hier, als het touw langer is, ja, dan kan ik maar starten hier op die hoogte. Dus dat wil eigenlijk zeggen, het touw is langer. Hoeveel langer is het geworden? Dit is de afstand wat langer geworden is. Kijk, dat is eigenlijk een afstand.
En de grafiek op elk punt zal zoveel naar beneden geschoven zijn. En de maximumhoogte zal nu dit zijn. Dus laten we eens een keer gaan kijken. Dus als ik mijn touw zo maak, dat hij op de grond zo is, dan kan ik zo naar rechts schuiven. En daar van boven zit ik hier ongeveer op die positie. Dus het touw langer of korter maken, dat verschuift de grafiek naar boven en naar onder. De posities dat het pakket kan aannemen, dat verandert niet. Dus dat wil zeggen dat het bereik niet verandert, maar het domein wel. Dus dat wil zeggen, voor het blauwe grafiek was het domein van hier tot hier. Voor die bovenste grafiek, ja, we gaan nooit links daarvan stappen, gaat het domein starten van hier. En dat eindigt hier. We zien dat hier het bereik wel aanpast. In plaats van aan de grond start het nu daar. Wordt het touw langer. Dat is eigenlijk hier deze grafiek, die onderste. Dan gaat ons domein lopen van hier tot hier. En het bereik blijft hetzelfde als bij de oorspronkelijke blauwe grafiek. Van hier tot de hoogte van het pakket.